Wat? Hallo, mijn naam is Piet. Wat zei je nou? Had je helm? Oh ja, en die porto moet ik even gebruiken. Nee. Porto nummer 1. Ah, nu lig je. Ook. Hey, laatste locatie? Hoe lig jij hier dan rond? Ja, door die gast hiernaast. 4137 aan OC. Hey! Gast. Geef bericht. Ik heb twee nieuwe locaties zojuist gevonden. Kan je mij die op Discord app doorsturen? Ja, dat is positief. Hé, mijn achtervolging, alle eenheden, blauwe auto op Blokkenpark rijdt richting HB. Hey! Hey. Linksaf richting ziekenhuis. Zo, hoppatee. Hij sloeg me inderdaad net ook. Dus, ze rijden nu langs het ziekenhuis. Eén heren die kunnen koppie omhoog koppelen. Ik dacht... Self-defense. Je bent aangehouden voor het mishandelen van de agent. Je bent niet de antwoordplicht in het rechter of advocaat. Al onterecht. OC voor de 26 over. Geef bericht. Eenmaal aanhouding op HB voor mishandeling van twee agenten, over. Is vernomen, over. Ben je nog wel? Ja, ik kreeg net van mijn collega te horen dat je hem opgeslagen had. Ja, per ongeluk. Sla je altijd mensen per ongeluk. Drugsmeldingen pas heen gaan als je er 5 of meer hebt. Dat is gehoord. Ik ben meneer kwijt, hij is de berg ingegaan. Nee, goed. Kan één collega of één... Ik ben op dit moment al in de Amarok, dus stuur naar de locatie. Kan je richting het strand gaan? Ja, je mag even hier naartoe komen, dan maak ik ze weer los. En niet het risico lopen om jou in de cel weer te laten slaan door mij. Ik zoek later wel door. Hey, goeiedag collega. Goeiedag. Graag alle eenheden uitkijken naar een blauwe BMW met rode remklokken. Okay. Was de reden dat jij onze mensen mishandelt? Eentje sloeg ik per ongeluk en de andere ook. Nou, je sloeg mij niet per ongeluk. Nou, jij gelijk deze erbij, dus ik dacht... Ja, dat is meestal als ik random in elkaar geslagen word. Dan verdedig ik mezelf, is toch normaal of niet? Ah, maar ja, dus ik dacht... deze wat er met me, dacht ik. Ja, heb je verkeerd gedacht. Politiemat niet, die komt alleen voor de veiligheid, meneer. Ah, ik voel me niet veilig meer. Nou, daarom zit je nou veilig hier. Aan het wallen houden wij u aan. Ja, meneer, doe eens even rustig. Ik dat de ding ertussen zit. Ik ben ook koud geslagen. Ja. Bedreiging tot een ambtenaarfunctie, meneer. Ja, dat wilde ik net zeggen. Je haalt mijn woorden uit mijn mond, collega. Ja, precies. Ik denk dat we meneer beter over kunnen plaatsen naar celblok. Ja, ik ga even de boete uitschrijven en dan... Dat vind ik geen goed idee. Mag je regelrecht gaan brommen. Moet ik hem naar het celblok zo meteen brengen of wilt een van jullie dat doen? Oh, je mag dat gewoon doen hoor. Ja, is goed. Ja, jullie gaan boten. Ja, daarom. Meneer moet je niet achterop gooien, denk ik. Nee. Dan trapt hij zo meteen nog van die motor af. Oké, collega, boete is uitgeschreven, hij mag meegenomen worden. Meneer, tegen de muur aan. Tegen de muur aan. Hey, laatste waarschuwing. Laatste vordering. Handen omhoog tegen de muur of wordt geweld gebruikt. Tegen de muur. Hey, vriend, nu ga je luisteren. Yo. Hey, gast. Top. De 1 is 42 OZ. Ja. Oh, goed.
Ik heb hem al. Toppie. Dan maar zo. Een fijne dienstplay als ik allemaal meneer. Ja, jij ook, succes. Ja, goedendag. U mag uw helm even opzetten. Heel goed. Ja, daar is een pinautomaat. Achtervolging motorrijder op Blokkenpark over. Is er een 1 beschikbaar over? Negatief. Rijden op de snelweg ter hoogte van de banencentrum. Meneer trekt de wheelie, meneer crasht. Locatie. Meneer vlucht te voet, springt naar beneden. Onderweg. Ik zou graag meteen een ambu ter hoogte van mijn locatie willen over. Meneer is naar beneden gesprongen van de brug en is te pletter gevallen op het bouwterrein. Onderweg. Ik zie meneer liggen, ik ben ook onderweg naar beneden. Ik schakel even naar de portofoon van de ambulance. Is begrepen. Hier de politie voor de ambulance, is er iemand beschikbaar over? Hallo? 01 van de ambu, ja, we zijn beschikbaar, zeg het eens. Oké, ik krijg van mij zo meteen een melding. Er is een meneer van de brug afgesprongen naar beneden en is te pletter geslagen op de grond. Van de brug afgesprongen, dat is niet goed. Nee, ik ga u even een melding doorsturen en dan heb ik graag een eenheidje te plaatsen. Locatie verstuurd. Zij uw collega? De locatie is verstuurd. Oké, de loop. Ik sta zo op te wachten voor het bouwterrein. De 4134 is staat te zijn, over. Is vernomen.
Ambulance is gearriveerd, over. Ja, vernomen, dankjewel. Goedemiddag. Ja, de heer, goedemiddag. Is hij serieus nou van het dak afgedonderd? Nee, hij is hier boven die weg, is hij naar beneden gesprongen nadat ik hem in de achtervolging zat. En hij wou ontkomen en hij heeft het verkeerd ingeschat. Van hoe hoog en dus... is hij ongeveer gesprongen? Waarom schatten mensen altijd maar weer verkeerd in, hè? De bovenste... Helemaal bovenin? Oh, nee, daar vanaf die rand waar die lantaarnpaal begint. Oh, ja. Bericht 41-34. Dat is wel redelijk hoog. Ja, ik iemand op de grond liggen, die is juist aangereden door een auto. Hij is hier naar beneden gevallen, is met zijn hoofdje op die rand gekomen en vervolgens hier nog beneden terechtgekomen. Met noodambu bellen. Ik denk, oké. Ja. Ja. Dat zal moeten even kijken hoe het zulke grote wonden... Dat is denk ik niet zo goed, Noël. Ik check heel even zijn puls. Hartslag. Collega. Yes? Ga je mij liften? Ik wacht even deze melding tot die klaar is. Dan zorg ik wel voor dat de andere mij lift. Ja, wat zou ik denk ik? Nee, er zit geen hartslag meer in, joh. Misschien naar de proberen nog? Dat heeft niet veel nut, hij is doodgebloed. Met een klootzak! Die man naar het stop, die hoorde me er vanaf! Meneer, mag u kunt wel even doorlopen. Hoe moet ik dit oplossen dan? Want ik heb verder geen ambu bij me waar ik hem in kan leggen. Nee, maar ik heb... Hij heeft een ambu waar iemand in kan liggen, dus ik kan op zich mijn ambu ook wel meenemen. Oké, dan zal ik even voor elkaar pakken meneer erop leggen. En dan welke ambu had u eigenlijk dan? Hey joh! Sorry? Hey! Welke ambu hey! Ik rijd in de IQ. Goed zo, ik ben uit. Ja, nee, dan neem je mijn anders gaan we een boete geven voor fout parkeren, meneer. Ja, ik zet waar moet ik hier zitten? Geweest? Waarschijnlijk wel. Ja, die is er niet. Ja, kijk wat die doet. Maar dit is niet van u. Even blijven, meneer. We gaan deze nu even checken. Mailsysteem gebruikt. Ja, ik zet hem ergens anders neer. Nee, blijf staan, blijf staan. Hé! Au! Ja, eenmaal achtervolging van een oude familieauto. Positief, ik kom maar rijdend. Genomen. Nieuwe locatie? Uitstappen! Uitstappen! Motoragent aan de kant, denk je eigen veiligheid. Uitstappen nu! Handen omhoog! Omdraaien, handen omhoog, nu! Er zijn wapens opgericht, bij elke verdachte beweging wordt geschoten. Is dat duidelijk? Wegens wapens bergen. Oké, eenmaal aanhouding. Deze bent u aangehouden. Wat heb ik verkeerd gedaan? Ik wou gewoon mijn auto gaan parkeren. Negeren van een stopteken. Met ons roekeloos rijden. Hey, ik stond voor een stoplicht en ineens kwam een of andere...
achter, dus ik dacht ik voel me veilig. Je hebt recht op een advocaat. Anders had er zeg tegenwoordig gepraat voor de rechtszaak. En u heeft recht op de zwager. Is dat dadelijk? Ja. Collega, kan die bij jou in de auto? Ja hoor. Kunnen jullie even controleren of die wagen op naam staat? Dat is positief. Yo, vernomen. Oké, ik heb die wagen gecontroleerd. Niet geregistreerd bij de RDW. Dus hij staat dus als gestolen. Dat is ontvangen, dankjewel. Ja, alsjeblieft. Waarom nou weer die sirene? Wat deed u nu? Dat deed ik niet, dat deed het spel. En we zijn weer bij bekend terrein, of niet? Ja, voor mij wel. En weer 33 aan de zee. Geen bericht. De melding van de hoofdcommissaris die op HB moest komen is afgehandeld. Het ging over een buitenrolopleiding hier. Ja, is ontvangen, dankjewel. Fout gedaan. Het negeren van een vordering van een ambtenaar en het vluchten voor de politie, het negeren stopteken. Ja, ik wou gewoon mijn auto parkeren. En daarbij ga je vluchten voor de politie. Of mijn auto niet. De 4134 staat er zijn over. De 4137 staat is 1. Vernomen, dankjewel. De vluchtrecht. Deze keer wel mijn telefoon terug. Elke keer ga mijn geld. Ja, daar kies je toch echt zelf voor, of niet? Terug te krijgen. Kosten, ik wil deze niet. Volgens mij heeft u een beetje last van uw stembanden. Ik ga hier even losmaken. Ja, mijn stembanden zijn goed genoeg nu. Ja, nou hoor ik je weer. Deze is niet los, man. Nee, dat weet ik. Als je even je handen door de tralies steekt, dan maak ik uw boeien los. Fijn. Die borden kunnen niet meer weggehaald worden, of wel? Negatief. Oké. Okay. Goed, meneer, wat is de reden dat u rijdt in een gestolen voertuig en dat u vlucht voor de politie? Nee, dat is gewoon mijn voertuig, hoor. Nee, we hebben het kenteken nagetrokken, meneer, en het is niet uw voertuig. Ja, van dat systeem klopt helemaal niks. Nou, het systeem werkt prima, hè? Oh ja, ik wil bewijs zien. Bewijs van wat, meneer? Dat het niet mijn auto is. Nou, we hebben het kenteken nagetrokken en hij staat niet geregistreerd dat hij onder uw naam hoort te staan. Ik geloof er helemaal niks. Ja, dat mag, dat u dat niet gelooft. Dat is uw goed recht.
Waarom moet ik nou weer hier gaan zitten? Ik heb helemaal niks fout gedaan, vind ik. Ja, dat mag jij vinden. Maar jij reed daar toch echt met hoge snelheid van ons weg, of niet? Ja, omdat ik voelde me niet meer veilig. Ja. Ja. En de burgers van de stad voelden zich ook niet veilig toen u over de straat reed. Hey, ik ben rally racer, hè. Okay, aanrijdend. Ja, dat is prima, op het circuit. Begrepen. Ah, de stad, hè. De stad kan ook aanrijden. Een racebaan zijn. Kan je eerst ook wat WhatsApp regelen? Ja, de 34 is ook aanrijdend. Ja, we waren net van plan. De 34 was net van plan de fiets pakken samen met de 41 van Tom. Alleen, we komen eerst even met een auto naar de melding. Ja, ik... Hé, hey, geen boete geven, gek. Oh, zeker wel. Hoe duur is die? Die kunt u terugvinden over 2 weken via uw F7-spier. Ja. Hij moest even weten of het hele kon. Ik kan niet, ik ga hem toch niet betalen. Ja, iedereen dat kan is hem dus bij deze gelukt. Ja, dat is dat nu, maar op den duur dan gaat u ze wel sparen, denk ik, als u ze niet betaalt. En dan komen wij u vanzelf tegen. Ja. Nee. Zou u de deur weer even open willen maken? Zeker niet. Oh. Je mag de deur weer open? Binnen nou en 1 minuut. Hé, dat klinkt heel fijn in de oor. Geraden, dan moet ik zeker naar die gevangenis weer. Hebt u goed geraden, ja. Goed, u heeft uw boetes ontvangen. U krijgt binnen 2 weken een accept girogaat. En dan kunt u hem betalen. Mocht u het er niet mee eens zijn, staat achterop hoe u in bezwaar kunt gaan. Ja, ik ga sowieso in bezwaar. Brent zit te klooien. Goed, dan wens ik u ondanks dit toch een fijne dag. Nou, jij ook. Fijne dag, hè. Heer, even normaal. Nog een fijne dag wensen. Collega, weet je wat nog beter zou zijn? Collega, gaan wij weg? Zo, de verdachte is afgehandeld. Nu moet ik alleen nog alles even netjes in het mailsysteem zetten voor de collega's. Beter bekend als het saaie papierwerk. En dan is deze aanhouding afgerond.
Krijgen jullie ook zo vaak die melding? Daar komt een stuk of 10 keer. Ja, maar er zijn al twee motoreenheden in. Eén man aangetroffen. Bij de pier. Moet ik afkoppelen? Ja, goedendag politie, mag je blijven staan? 4148 voor OC. 4148, kom uit voor OC. Ik ben net van de trap gevallen, ik voel mijn benen niet meer. Kom nou, namens Steek van de politie. Ik ga waarrijden. Ik zou graag even uw ID erin zou ik wel hebben, alsjeblieft. HB. Ik ga waarrijden. Dus Gerrit Brouwer. Begrijp ik dat goed? Positief. Attentie OC. Ja, meld u zich. Kunt u voor mij even een persoon opzoeken, alstublieft? Eentje, Mina, gelijk. Ja, dat kan ik geen voelen. Een crimineel of zo, dat is heel erg het. Het betreft hier een Gerrit Brouwer. Gerrit Brouwer, hè? Positief. Oké, hij dropt juist 30 marihuana, OC. Oké, dat is bij de heer Gerrit Brouwer. OC, agent. Positief. Nu mag even omdraaien met de handen omhoog. Er komt een auto met hoge snelheid. Mag even omdraaien. Mag de handen omhoog. Positief meegeluisterd. Er zijn tasers op u gericht, bij elke verdachte beweging wordt geschoten. Is dat duidelijk? Ja, maar wat is er aan de hand? Het betreft een groene... Dat ga ik u zo meteen uitleggen. Auto. Voor onze veiligheid gaat mijn collega u nu boeien. Midden op dak, hij staat recht voor mij. Collega, kunt u hem boeien? De verdachten zijn te voet gevlucht. Ja, de heer Gerrit Brouwer is opgezocht in het systeem, collega. Nou, dan was een collega die vroeg om Gerrit Brouwer. Ja, VP. Ja, wat wilt u weten van Gerrit Brouwer? Kan heel veel duren. Heeft hij iets openstaan toevallig, waar hij voor gezocht wordt? Ja, Gerrit Brouwer is net aangehouden. In verband met het dumpen van drugs. We hebben 30 marihuana aangetroffen hier op straat. Dus is hij voor aangehouden. Ja, Gerrit Brouwer is aangehouden op het dragen van marihuana. U neemt hem mee naar HB? Nee, hij heeft het gedropt. Hij moet nog gefouilleerd worden en zijn rechten moeten nog voorgelezen worden. Ja, oké, dat is positief begrepen. Collega, kun je daar even zijn rechten voorlezen en voordat je hem in de cel zou blijven fouilleren? Ja, op basis van de opiumwet. Ik moet nog een SP-camera en moest horen. Roos, ja. Ja, geef licht. Was dat nog? Ja, hij is sowieso, het is zojuist 30 open, of was het? Hij reed door richting strand. 30, ja. Nee, ik heb de auto. Ja. Hoe lang moet hij ja. Misschien dat hij nog iets op zak heeft. Even controleren alsjeblieft. Ja, dat kan. En uiteraard zijn rechten voorlezen en dan pak hem de boets uit. Delen, pak in, pak in. Ik zei hem vast met een kapot aan. Nou, goeiedag. Doei, tot ziens.